snelheid van 50 km per uur een ongeval krijgen. Dat betekent dat iemand die vooraan zit en zijn gordel niet heeft vastgeklikt, dat hij eigenlijk een val maakt alsof dat hij van een gebouw van 3 verdiepingen hoog naar beneden gaat. En iedereen weet dat hem daar niet ongehavend uitkomt, dus zo is het ook met het niet dragen van de gordel. Onze auto's worden steeds veiliger dankzij alsmaar meer veiligheidssystemen. Airbags, ABS, ESC, noem maar op. En er is natuurlijk ook nog altijd de veiligheidsgordel. Een van de simpelste manieren om je bij een ongeval te beschermen tegen zware letsels. Zeer efficiënt dus. Toch zijn er nog altijd mensen die zich vergeten vast te klikken. En om hen op andere gedachten te brengen, voert het BVV opnieuw campagne. Deze campagne wil zelfs de meest terughoudende bestuurders en inzittenden bewust maken van het feit dat een botsing zonder gordel vergelijkbaar is met een vrije val van bovenop een gebouw. Als BVV stellen we vast op basis van onze gedrags- en attitudemetingen dat het dragen van de gordel stagneert op een 86% van de bestuurders. En daarmee scoren wij als België niet zo goed in Europa. In Europa ligt het gemiddelde op 95%. Dat is aanzienlijk hoger. En met deze campagne proberen we de laatste 14% van onze bestuurders die hardnekkig de gordel niet dragen, te overtuigen van het nut en het belang ervan. Wanneer ik zie dat 1 kind op 10 niet vastgeklikt is in de auto, dat is absoluut onaanvaardbaar. Dat is echt crimineel. De kinderen moeten dadelijk en direct begrijpen dat zij vastgeklikt moeten zijn. Vooraan, achteraan, dat is echt levensbelangrijk. En dat is onaanvaardbaar dat ouders of grotere mensen dat niet direct aan hun kinderen zeggen. Alhoewel in ons land de gordel voor in de auto verplicht is sinds 1975 en achterin sinds 1991, blijkt uit onderzoek van het BVV dat jongeren zich minder vastklikken dan 60-plussers. We vragen een woordje uitleg. Blij dat ik een gordel aan heb. Zeg, en dragen jullie altijd de gordel? Nee, van achter niet. Hè. Waarom niet? Vooraan wel. Ja, ik weet dat niet waarom. Ja, dat is een gewoonte. Dat is een gewoonte, maar dat is inderdaad niet zo slim. Bewijs is gemaakt, hè. Zeker de gordel dragen. Ja. Altijd? Systematisch, altijd. Voorin, achterin? Ja, ja uiteraard. Ja, ik zie van meneer daarachter. Dat redt mensenlevens, kinderen ook, want zie ik sommige voertuigen. Kinderen worden zo naar voren geamputeerd of zoiets. Dus. Altijd gordel. Voor, achteraan, koffer. De veiligheid aan, altijd aandoen. Belangrijk. En onze auto vindt dat ook, want hij begint te piepen als de gordel niet aan is. Dus dat is goed, hè. Als er een ongeluk zou zijn, dat redt levens. Ik heb ooit een accident tegengekomen. En gelukkig had ik hem aan, of ik denk niet dat ik hier stond. Voor jonge bestuurders zijn de eerste kilometers na het behalen van het autorijbewijs de gevaarlijkste. En daarom voert het BVV samen met M&M de campagne Je eerste 1500 kilometers zijn goud waard. We volgen vandaag Elise, een van de ambassadeurs van de campagne. Ik ben hier dus in het kader van de eerste 1500 kilometer zijn het gevaarlijkst voor het BVV en M&M. Ik heb een vakantiejob gewonnen. Ik mag naar allerlei evenementen rijden, waar ik dus het veilig rijden ga promoten. Dus ik ga wat flyeren en iedereen aanzetten om veilig te rijden. In dit boek staan allerlei tips om goede ervaring op te doen. De gordel is waarschijnlijk de levensredder nummer 1 in het verkeer. Draag hem dus alsjeblieft altijd, zelfs tijdens korte ritten en bij lage snelheden. Want net dan kan een simpele klik het verschil maken tussen leven en dood. En denk eraan, geen gordel op de baan komt hard aan. Tot de volgende en go for zero. Volgende week in Kijk Uit. Hoe trek je samen te voet of met de fiets veilig op uit?